Lieve Brakken, ik ga jullie meenemen naar een smoothie-workshop. En die smoothie-workshop houdt in natuurlijk dat wij met z'n allen dat gezellig thuis kunnen maken. Hoe gaan we dat doen? En wat gaan we ervoor doen? Wat heb je nodig? Nou, ik ga het je uitleggen. Als eerste gaan we natuurlijk onze handen wassen. Dit is het belangrijkste wat er is voordat je met eten gaat beginnen te bereiden. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Het aardappelschillesje, bakjes om de spullen in te zetten en ik ben de ijskast ingegaan. Wat ligt daar nou allemaal? Nou, ik had nog druiven over. Je ziet dat die druiven een klein beetje aan het verschrompelen zijn, maar hij is helemaal niet erg. Gaan we allemaal gebruiken. Ik heb gevonden worteltjes. Ik had van gisteravond nog spinazie over. Weet je, spinazie in de smoothie niet lekker? Nou, ontzettend lekker. Dus ik heb nu spinazie. En deze spinazie is al gewassen, dus ik hoef hem niet meer te wassen. Maar groenten die de avond ervoor nog over hebt, die kun je gewoon de volgende dag weer gaan gebruiken. Een klein beetje heb je nodig. Wat hebben wij? Precies hetzelfde met appels. Deze appel, zoals je kunt zien, is niet zo lekker meer. Hij is een beetje verschrompeld. Niet weggooien, we gaan hem gewoon gebruiken. Nou, je ziet al, ik heb ook een stuk meloen. Nou, prima, had ik helemaal om zo te eten, maar ik kan hem natuurlijk ook perfect gebruiken. Wat hebben we hier nog meer staan? Ik heb bessen en aardbeien. Je kan soms een smoothie maken met twee aardbeien, is al genoeg. Dus niks weggooien. Die bruine banaan. Ziet er niet uit, hè? Maar is prima, want we doen het als het volgt. We snijden hem gewoon een stukje af en we gooien hem in de afvalbak. Prima te gebruiken. Nou, wat hebben we? Een kiwi. Wat hebben we nog meer? En we hebben een avocado. Die avocado, perfect. Groen. Jullie weten, ik heb gezegd, altijd tegen jullie, op de smoothiefiets, toen we dat allemaal met z'n allen druk aan het snijden waren, en weet, kunnen jullie het nog herinneren? Twee groentes en twee stukjes fruit. En daar ga ik me gewoon weer aan houden. Dus twee stukjes groente en twee stukjes fruit. Ik laat jullie zien. Wat was nou heel goed bij elkaar? Wat is nou wat? Ik kan me voorstellen dat je dat af en toe niet weet. Makkelijke tip. Groen. Groen. Hij is een beetje bruin, maar aan de binnenkant is het groen. Hé, dat is de eerste. Groen, groen. Nou hoor ik je denken. Groen, paprika is groen, sla is groen, andijvie is groen. Broccoli is groen. Stel nou dat je van gisteravond broccoli hebt gegeten en je denkt, vind ik niet zo lekker die broccoli. Ga die broccoli maar gewoon gebruiken, want die kan perfect bij de afdeling groen. Prima. Dus niks weer weggooien, alles kunnen we weer gebruiken. Wat kun je met worteltjes doen? Oranje. Denk goed na. Paprika kan groen, rood of geel zijn zelfs. Paprika's, als je die dus gaat dadelijk in de blender gaat doen, perfect, prima. Niet een hele grote paprika, maar een klein stukje paprika. Dan heb je alweer worteltjes, oranje of een gele paprika. Ja. We hebben het over fruit. Fruit, niet qua kleur kijken, dan ga je kijken of het lekker smaakt. Soms vind je dingen niet lekker bij elkaar. Een kiwi met wat druiven, denk je, ik vind dat helemaal niet lekker. Een beetje uitproberen. De ene keer is dat wel. Eén regel is altijd belangrijk. Wat is dat? De banaan en de appel. De banaan en de appel maken altijd smoothies zoet. Ideaal? Natuurlijk gaan wij nooit suiker bij onze smoothie doen. Maar we hebben wel, in dit geval, hebben we water of vocht nodig. Wat gaan we doen? Ik heb gewoon een flesje kraanwater. Geen spa, hoeft helemaal niet. Maar dat flesje is handig om te vullen. Je doet net zo goed onder de kraan.
Kokoswater. Kokoswater. Prima. Kan je hartstikke goed doen. Nou, dan ga ik één hele grote stap maken. Stel dat je appelsap in huis hebt. Is natuurlijk zoet. Nou, ga je kijken of je appelsap erbij kan doen. Niet helemaal suikervrij, maar het is perfect om dat bij je smoothie te doen. Je kunt het ook half-half doen. Ik zal je laten zien. Ik doe een beetje appelsap en doe een beetje water. Prima van smaak. We gaan beginnen. Ik ga eerst beginnen met de groenten smoothie. De groenten met fruit natuurlijk, maar de groenten smoothie als basis. En zoals ik je al zei, deze was gewassen. Ik pak een handje. Ja, dus denk je. Dit was een volle hand. Nou, je ziet een bakje vol. Daar blijft niks van over. Het is helemaal weg dadelijk. We hadden de avocado. Dan had ik hem al gebruikt. Dus ik maak hem open weer. En daar zie je, daar zit een pit in. Hoe krijg je die pit er nu uit? Nou, je snijdt hem door. Ik had hem al doorgesneden. Je snijdt hem door. Je zet hem neer. Goed kijken. En je wipt hem er zo uit. Heel makkelijk. In de groene afvalbak. Nou zie je dat dat een schil is. Misschien moeilijk te schillen. Maar het draait om. Want we hebben een aardappelmesje. Je legt de avocado zo in je hand. Ja? En als volgt. Het mesje draaien we om. Met de bolle kant. Wat gebeurt er? Je doet het mesje zo. Streepjes trekken in de avocado. Daar zit er altijd wel een klein hard stukje aan de bovenkant. En die mag je in dit geval weggooien. Dat is het klein pitje. Ik wil nu een klein beetje gebruiken. Dus wat doe ik met mijn mesje erin? En ik haal het er zo uit. Ja, draait hem om. Nou hebben we niet een halve avocado nodig. Dat is veel te veel. Je kunt zien dat ik eigenlijk een kwart avocado gebruik. In dit geval haal ik hem helemaal leeg. Want ik kan die avocado kan ik ook nog prima gebruiken op een boterham. En natuurlijk weer de schil gooien we weg. Goed, wat hebben we nu? Twee groentes. Dan zou je denken, is avocado een groente of is dat fruit? Avocado, neem het van mij aan, is een groente. Een groente. Wat gaan we erbij doen? Ik wil hem toch een beetje zoet maken. Eén stapje verder, dit noemen ze eiwitten. Ook wel eens een hele goede vleesvervanger. Banaan. Nou, je ziet de banaan was wel wat ouder, maar dat is geen helemaal probleem. Ik snijd het stukje eruit. En ze hebben prima een stuk banaan. Die doen we daarin. En wat gaan we er meer bij doen? In dit geval een stuk appel. Mijn appel wil ik natuurlijk wel wassen. Ik snij lelijke stukjes eraf. En die gaan we echt weggooien. Kom ik tot ontdekking dat die niet mooi is. Ik ga net zo ver schillen totdat je denkt, kijk, gaat toch nog een goed stukje over. Dus niet weggooien. Enig wat we eruit halen is in dit geval, als je plat op de plank neerzetten, is het klokkenhuis. Het klokkenhuis met schil doen we er dus in. Appel. Zie je? Prima. Dat mag bij de banaan. Dan heb ik de appel en de banaan. Dan heb ik eigenlijk al vier dingen. Dus ik kijk wat er nog meer bij kan. In dit geval bewaar ik de groene kiwi. Ja. Wat zei ik? Groen, groen. In dit geval mag je de groene kiwi ook erbij doen. Drie stukjes fruit. Geen enkel probleem.
een klein stukje. Deze bewaren we nog. En hoe bewaren we dat weer? In bakjes. Dus je hebt je spullen weer over, wat je van de smoothie over had. Die leg je in het bakje en die gaat weer terug de koelkast in. Dat deed ik ook met de avocado. Die mag er prima bij. Daarin en die gaat weer terug. De avocado is wat moeilijker schillen. Nou, plastic mag natuurlijk niet in de groene afvalbak. Die gooien we dadelijk in de vuilnisbak. Je schilt in dit geval de kiwi. Want die schil is niet lekker om die op te eten. Dus als je die geschild hebt, kun je ook altijd even vragen of papa of mama even kan helpen. Want het schillen van een kiwi is niet altijd even makkelijk. De schillen gaan weer in de groene afvalbak. Prima. En die kiwi. Dan denk je, moet die kiwi nog klein snijden? Nee, dat hoeft niet. Want het is heel zacht fruit. Nou, nou hebben we al heel wat. We hebben spinazie. Een bakje spinazie. Avocado. Een stuk banaan. Kiwi. En appel. Prima. Dan ga ik even ruimte maken. Voor de blender. De blender draait er vanaf. En je ziet, de blender is helemaal schoon. Wat ga ik er als eerste in doen? We beginnen met zacht fruit. Prima. De avocado erbij. Tuurlijk wil die niet gelijk eruit gaan. Avocado. Dan zul je merken dat je een groene smoothie krijgt. De spinazie. Nou, moet natuurlijk het vocht erbij. Wat gaan we daarvoor doen? Wat ik tegen jou zei, ik ga water gebruiken. Of het flesje om erin te doen. Of ik hou hem natuurlijk onder de kraan. Kan alle twee. Ik laat het je alle twee zien. Hoeveel? Dat is misschien een beetje moeilijk. Dus wat doe je in dit geval? Als je kijkt of er in het fruit in het sap ligt. Of in het water ligt. Nou, een klein beetje voor de smaak doen we een klein beetje appelsap erbij. Juist. En dan kan ik gaan kijken of dat genoeg is. Dus je kan zien, een klein beetje voor de camera. Het fruit ligt in appelsap en water. En die spinazie zit er heel veel vocht in. En dan wordt het vanzelf goed. Zie je dat het nog een klein beetje te dik is? Kun je nog wat bijvoegen. En vandaar dat ik het flesje laat zien. Heb je nu niet zo'n mooi blenderapparaat? Heb ik nog een andere. Heel veel papa's en mama's hebben dit in huis. Dat noemen ze een staafmixer. Nou, met een staafmixer kun je precies hetzelfde doen. Als die blijft zitten. Dus met die staafmixer kun je precies hetzelfde doen als in de blender. Dus of je gebruikt deze of je gebruikt die. Beide kan. Daar gaat ie. Hier een blad blijft hangen. Heel belangrijk. Nooit met je handen in de blender. Er zitten hele scherpe messen in. Dat is heel gevaarlijk. En wat gaan we nu doen? Ik ga toch heel even proberen om ook dat blaadje gewoon erbij te doen. Doe de deksel er weer op. Draai op de blender. Zie je eigenlijk al dat het een hele mooie dikte is.
Pak een glas erbij. Dan zie je dat het eigenlijk een dik papje lijkt. Dat is een smoothie. Ik ga hem vast drinken. Proost. Heerlijk. Hartstikke lekker. Maar nu zie je dat we nog wat over hebben. Ook daar gebruik ik altijd plastic flesjes voor. Ook een leeg flesje. En dan wordt het een beetje spannend. En dit keer gaat het hartstikke goed. Klein beetje eroverheen. Draait hem dicht. En dan heb ik nog voor de rest van de dag een heerlijke smoothie. Die kan je meenemen naar school. Of lekker in de koelkast hebben. Dan heb ik je beloofd om de andere smoothie te laten zien. Want we hebben natuurlijk aardbeien. We hebben meloen. Dat was een hele gezonde smoothie. Dan gaan we naar een lekkere smoothie die van fruit gemaakt is. Enkel van fruit. Daarvoor zei ik al dat we de druiven kunnen gebruiken. Even de druiven wassen. De druiven kun je natuurlijk niet met de takjes gebruiken. Dus wat doe ik? Ik haal heel even een paar druiven eraf. En met die druiven kunnen we een heerlijke smoothie maken. En hoe ga ik je hem laten zien? We gaan hem lekker met yoghurt maken. Ga ik nog een stapje verder. Stel dat je hem met ijs wil maken. Dus dan maak je eigenlijk een milkshake. Dus wat doen we? We laten hem nu gezien met yoghurt. Kun je nog eens extra een schepje ijs er doorheen doen. Nou, de milkshake gaan we niet maken. Die mogen jullie helemaal zelf verzinnen. Dus al het fruit met melk. En ijs heb je een heerlijke milkshake. En wij doen hem met yoghurt. En een hele yoghurt milkshake. Yoghurt shake. De meloen. Misschien even vragen of mama of papa dat wil doen. Ze zijn een stuk van de meloen af. Pitjes zijn niet lekker. Dus de pitjes gaan we wegdoen. Ook weer de achterkant van het mesje. En zo kan je heel makkelijk de pitjes eruit halen. Weer de mes omdraaien. Omdat het een hele zachte meloen al is, hoef je niet de scherpe kant te gebruiken. Maak je gewoon de bolle kant. Je zet je hand, of je, in dit geval je mesje, op het randje van de meloen. Je draait hem om. Dan heb je een stuk meloen. Maar je ziet, ik heb nog heel veel over. Dus wat doe ik? Ik snij er eigenlijk als het ware een beetje reepjes van. Dat is wat makkelijker en minder gevaarlijk. En nu draai ik de scherpe kant weer om. En dan pak ik eigenlijk zo. En ik hou het schilletje over. Dus dat is veel makkelijker. En minder gevaarlijk. Zoals je ziet, bessen en aardbeien. De aardbeien mogen met kroontjes en al erin. Vind je dat nou niet lekker? Gaan we ze eruit halen? Hoe gaan we ze eruit halen? Zo hou je hele stukken eraf. Dat is zonde van de aardbeien. Je hebt twee mogelijkheden. Of je snijdt hem door en dan zie je wel dat er zo'n kroontje in zit. Nou, dan kan je zelfs met je nagel
kun je met je vinger kun je het eruit halen. Je kan het ook met het mesje doen. Hoe makkelijk je het kroontje eruit haalt. Andere mogelijkheid is om je mesje in het kroontje te zetten en zo eruit te trekken. In dit geval doen we de aardbeien allemaal erin. Want dit had ik nog over, dus mijn aardbeien gaan erin. Dan heb ik best wel veel besjes. Nou, dat doe ik in dit geval, blauwe bessen. Ik doe er een handje blauwe bessen in. Dan zie je dat een handje genoeg is. Maar deze moeten we wassen. Wat hebben we? Bessen en aardbeien. Meloen. En de druiven. Prima. Alles is zacht, dus alles mag tegelijkertijd in. Meloen. De aardbeien. En je ziet dat, dat vocht mag er gewoon in. En in dit geval de druiven. Ik heb toch even de melk gepakt. Om te laten zien waar ik nog te net over had. Over de smoothie. Dus de milkshake. Maar nu gaan wij een yoghurt milkshake maken. Bij de fruit gaat de yoghurt. Heel simpel. Tot bijna al het fruit onder de yoghurt zit. We doen hem weer dicht. We zetten hem weer op de blender. En dan gaan we. Natuurlijk van, dat is heel veel dik, die yoghurt met fruit. Doordat er zoveel vocht in het fruit zit, wordt die vanzelf heel zacht. In dit geval een gezellige beker. En dan zie je dat ik een heerlijke smoothie heb. Gezondheid. Heerlijk. Je ziet wel hoe dun die dan is. De yoghurt leek die heel dik. Maar door het fruit, het vocht wat in de fruit zit, wordt die hartstikke lekker. Ik had je nog beloofd om wat melk. Waarom met melk? Nou, precies hetzelfde als wat we er net hebben gedaan.